En ik denk Joey, omdat ja, hij ziet er wel sterk uit. En ja, daar ga ik gewoon voor. Hé, wow, wacht. Joey ziet er sterk uit. Wacht, laat me even foto's van Joey erbij pakken. Ja, mensen. Daar zijn we dan. Zoals jullie weten, gaan wij boksen tegen Joey Crack. Normaal gesproken zou dit plaatsvinden op 29 mei. Maar vanwege omstandigheden is dit nu één dag eerder verplaatst naar 28 mei. Maar we beginnen steeds meer dichterbij te komen. En ik heb Joey dus ondertussen niet meer gesproken. Maar er is dus een YouTube kanaal dat de straat op is gegaan. Om aan de mensen op straat te vragen wat ze over mij en Joey denken. Ik ben daar oprecht super benieuwd naar. En we gaan het ook lekker samen bekijken. Dus ook zin en let's go. Ik ben wel benieuwd. Wij gaan er in ieder geval sushi bij nemen. Een stukje bami, kroephoek. Shout out naar Hanwee sowieso. Thanks, denk ik. Als ik zeg Hanwee, Joey Crack, wat zeggen jullie dan? Hanwee, 100%. Hey! Bro, je bent de allereerste die ik vandaag zie in deze video dan. Maar hey, ik heb nu al lof voor jou, man. Let's go. Jullie zagen hoe snel hij was. Hij kreeg die vraag. Hij zei gelijk, hey, Hanwee, sowieso, bro. Bro, thanks voor de support, man. Ik vraag me eigenlijk überhaupt af of er mensen überhaupt voor Joey zullen zijn. Maar ik bedoel, als je voor Joey bent, dan ben je eigenlijk gewoon voor een oplichter. Maar goed, hey, we gaan het allemaal zien. Want voor degenen die dat hebben gemist, Yo, je loopt achter. Check deze video. Hij heeft mij opgelicht. En trouwens, even tussendoor. Ik kreeg ook heel veel comments na de aankondiging. Die dachten dat onze beef opeens fake zou zijn. Oh, yo, ze hebben dit allemaal gewoon gefaked, omdat ze gaan boksen. Maar dan vraag ik me af, hè. Waarom zou iemand een rechtszaak verliezen, een strafblad krijgen, puur voor, ja, weet ik veel, wat hype voor een bokswedstrijd. Onze beef was echt en deze bokswedstrijd is daaruit gekomen, zeg maar. Was ook totaal niet het plan dat we ooit gingen boksen. Maar ja, toevallig is het zo gekomen. En wie ben ik om hem niet in elkaar te willen slaan? Dus ja, dan weten jullie dat. Maar nu gaan we weer door met de video. Al mee, 100%. Hoe gaat u met elkaar mappen dan? Ja, gewoon binnen 2 rondes knock-out. Hey, yo! Oh, mijn oortje valt uit, nice. Jullie horen het, dit is mijn guy. Hoe gaat hij me raken, zeg maar? Ja, gewoon goed hier zo. En bij zijn benen goed getrapt worden. Kijk, je bent mijn guy toch? Maar op zijn benen getrapt worden. Wij gaan zeg maar boksen, niet kickboksen. We mogen onze benen dus niet gebruiken. Hey, was nog lof, bro. Was nog lof. Maakt niet uit. Kan gebeuren. Oh, en trouwens, jullie hebben natuurlijk nog niet heel veel gezien van mijn bokskunsten of wat dan ook. Ik deel namelijk niet heel veel. Maar binnenkort komt er een documentaire online op dit kanaal ook. En dan gaan jullie meer achter de schermen kijken, meer mijn trainingen zien. Dus wees daarop voorbereid. En abonneer zodat je het sowieso niet mist. Maar goed, we gaan weer door. En jullie, wie denken jullie dat er gaat winnen? Amwee, 100%. Nou, ik denk Joey. Hey, wow, stop. Stop, wat is dit? Ze denkt Joey. Hey, ik dacht nog van, deze guy supporten wij allemaal. Komt zij opeens uit de hoek. Hey, ik denk Joey, man. Joey Crack? Ja, dat denk ik wel. Ah, hoezo Joey Crack? Ik denk wel dat hij gewoon goed is en dat hij wel kan winnen. Hey, wat is dit? Eigenlijk denkt ze dus gewoon dat ik niet goed ben en ik niet kan winnen. Mensen. Ik ben teleurgesteld, man. Maar dat maakt niet uit. Kijk, wij gaan iedereen gewoon laten zien. We gaan Joey sowieso klappen. Dus dat maakt allemaal niet uit. Wie denk jij dat er gaat winnen? Ik denk ook, ja, ik denk toch wel Joey. Echt waar? Ook al Joey, dus 2-2 eigenlijk. Hé, wat is dit? De eerste mensen! De video begon goed en ik hoorde, iedereen is van mij en zo. Blijkbaar zijn de meningen toch nog best verdeeld. 2 mensen voor mij. 2 mensen voor Joey. Oh, heeft Joey toch supporters? Hey boys, Hanwee en Joey Crack, wat zeggen jullie dan? Ja, ruzie. Ja, Joey Crack, beetje oplichtertje toch? Deze guy snapt het ook. Joey Crack, oplichtertje. Dat zijn jouw woorden, ja. Ja, dat hoor je wel vaak voorbij komen. Ja, man. Van dat ze nu gaan beef, ja. Kunnen ze het wel uitvechten in de ring op een eerlijke manier, toch? Ja, precies. Kijken jullie er een beetje naar uit? Ja, mij lijkt het wel leuk. Jij gaat er wel voor zitten. Ja, ik had ook wel gewoon al die heel die beef en zo wel gevolgd op YouTube en zo. Hey, kijk bro, ook nog naar jou. Je kijkt mijn video's. Ja. En trouwens mensen, we gaan ook echt super lekker met het kanaal. Dus ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even. We hebben op dit moment, even kijken, 966.000 abonnees. Dus help mij gewoon naar die miljoen en abonneer even. Wat vond je daarvan, zo? Ja, ik vind het wel gewoon erg toch. Ik kan niet doen toch als Mattie. Kijk, deze guy begrijpt het gewoon. Je kan zoiets gewoon niet flikken. En zeker niet gewoon bij je vriend. Maar ik vraag me oprecht af, hè. Hoe kun je als persoon zijnde gewoon voor Joey zijn? Dat snap ik oprecht niet. Maar goed, het blijkt wel zo te zijn. En hij is ook wel een goede bokser. Want vorige keer, ik weet niet meer tegen wie hij ging boksen. Maar toen had hij ook wel gewonnen volgens mij. Dus toen ging hij ook wel goed. Hey! Voor de mensen die dat niet weten. Vorige keer was het natuurlijk tegen Ismael Ilgun. Dat ging er zo aan toe. Hey,
Hey, dames. Zo, kijk eens. Dat ziet er fantastisch uit. Dankjewel. Zo, hey. Wat was dit? Hey, deze guy zit gewoon te flirten met dames of zo ondertussen. En de cameraman, wat doet deze guy? Hij filmt hun benen. Yo, what's up? Opeens wordt dit een heel ander interview. Oké. Hanwee en Joey Crack. Zo, ik moest even nadenken hoor. Die gaan tegen elkaar vechten. Hey, deze guy. Hij ziet voor het eerst in zijn leven vrouwen of zo. Yo. Hey, wow. Ik moet even nadenken. Hey. Maar oké. Wie denken jullie dat er gaat winnen? Dan zou ik zeggen Hanwee. En ik ga voor Joey. Hey, ik kan het niet geloven, hè. Elke keer die vrouwen gewoon. Ik zit dat de boys mijn bek hebben. Dank jullie wel. Maar bij die vrouwen is het elke keer. De ene is voor mij, de andere is voor Joey. Hey, ik weet niet wat het is, man. Misschien vallen ze op bad boys onder Joey, toch? Je weet wel, die oplichter is. Kom op, man. En waarom Hanwee en waarom Joey? Hanwee lijkt me gewoon wel de perfecte winnaar. Ik denk dat hij wel weet wat hij moet doen. En dat hij gewoon goed oefent, waardoor hij gewoon lekker gaat winnen. Zo. Deftig uitgesproken, meid. Hey, yo. Ook dikke lof naar jou. Hey, nu hoor het. Hanwee is de perfecte winnaar. Oh, wat een mooie woorden. Dankjewel. En nu gaan we kijken. Wat zullen ze over Joey denken? En ik denk Joey, omdat ja, hij ziet er wel sterk uit. En daar ga ik gewoon voor. Hey, wow, wacht. Joey ziet er sterk uit. Wacht, laat me even foto's van Joey erbij pakken. Je wilt mij vertellen dat deze guy dit er sterk uitziet? Ongelooflijk, mensen. Hanwee, Joey Crack, die gaat tegen elkaar boksen. Maar Hanwee, man, Joey Crack, hij heeft Hanwee opgelicht. Nee. Echt niet, nee. Daarom komt dat gevecht ook, denk ik. Ja, Hanwee, die moet hem echt helemaal de tyfus inslaan. Echt, jongen. Hey, dit zijn echt allemaal strijders, man. Maar ja, dat is ook het plan. We gaan deze jongen helemaal de tering inslaan. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag. Ik wil Hanwee zo graag supporten, hè. Gewoon dat hij gewoon nu hier staat. Dat ik hem gewoon even extra adrenaline kan geven, weet je wel. Ik voel gewoon de passie die deze guy heeft. Hè. Hij hype me ook gewoon op. Dankjewel. Jullie gaan ook met zo'n vlag aan de zijkant zullen staan, als dit ziet. Ja, het liefste wel. Meen het jij nou? Wat zeg jij nou weer, bro? Hij is komen supporten met een Made in China vlag, oké. Hey, maar serieus, op wie zou je je geld zetten? Hanwee. Hoeveel geld zou je erop zetten? 20.000. Hey, ze hebben wel vertrouwen in me. Luister, als je 20.000 op mij in kon zetten, zou het zo verdubbelen voor je, man. Easy money. En 100% zeker van dat... En hier is een tientje. Get out of here. Maar hey, dan zeg je zoiets. Word je daarna geëxposed door je vriend? Hey, joh, je hebt niet eens een tientje, man. Au. Joey Crack en Hanwee, die gaan tegen elkaar vechten. Wie denken jullie dat gaat winnen? Joey Crack, denk ik wel, ja. Ik denk gewoon dat hij gaat winnen. Ik weet niet. Mijn voorkeur gaat gewoon naar hem. Hé! Hey, het zijn elke keer de vrouwen, man! De vrouwen zijn tegen mij! Oh, wat joh, maar elke keer, hè. Je ziet, de boys supporten mij gewoon. Maar dan komen de vrouwen! Hé, hey, vrouwen! Show me ook een beetje love dan! Ik denk alweer, man. Ik gun het hem ook wel meer. Hoezo gun je het hem meer? Ik ken die andere guy helemaal niet. Wie is dat? Hé, hey, kijk! Perfecte woorden! Wie is dat? Hij heeft Joey perfect omschreven. Hij heeft Hanwee opgelicht voor een groot geldbedrag. Dan gun ik het Hanwee sowieso. Ja, Hanwee is Chinees, hè? Gekke kung fu en zo. Dat komt wel goed, toch? Denk je dat het een spannende wedstrijd gaat worden, of niet? Nee, Hanwee, gaan we gelijk klaren. Gelijk over. Gewoon gelijk KO. Hoop het wel, ik zet er wel op in. Hey, kijk, dit zijn de woorden die we gewoon willen horen, toch? Hey, welkom back! Hey, Nathalie! Hey. Oh, Nathalie, kom. Nathalie, oh mijn god. Nathalie komt net thuis, mensen. Hey, ik zit dus te kijken wat mensen van mij en Joey denken. Weet je wat ze zeggen? Wat? De vrouwen zijn tegen mij, man. De vrouwen denken dat Joey wint. En wat denk jij als medevrouw zijnde? Jullie hebben ongelijk. Dankjewel. En ik denk Joey, omdat ja, hij ziet er wel sterk uit. En daar ga ik gewoon voor. Precies. Jullie zien het hoofd. Ja, wat vind je ervan? Ik kan wel vechten en zo, maar het lost niks op eigenlijk, vind ik. Aan welke kant sta je van die van Joey krijgt? Ik denk dat hij wel gaat winnen. Hanwee is meer experience, zeg maar. Hij heeft vaker gevochten volgens mij, als het goed is. Volgens mij die had hij nog geen gevochten. Met Ismael Ilgun. Ja, Ismael. Ik denk dat hij wel gaat winnen, denk ik, man. Hé, hey, volgens mij, deze guy zegt wel wijze woorden. Hij is volgens mij ook wel redelijk objectief. Maar inderdaad, het gevecht lost eigenlijk niks op. Mijn rechtszaak heeft dat al opgelost. Hé. Hey. Maar weet je wat het is? Toch wil je zo'n persoon gewoon echt de tering inslaan. Dus het lost in feite niks op, maar het voelt wel lekker. Dus hé, daar gaan we voor. Dames, jullie heb ik nodig. Oh, nee. Weer dames. Oké, ik ga voorspelling doen, ja? Ik weet nog niet wat ze gaan zeggen. Ik denk dat de linker gaat zeggen dat ze voor mij is. En de rechter gaat zeggen dat ze voor Joey is. We gaan kijken. Ik ben bang voor de dames. Hey, maar Joey Crack, zeg maar. En Hanwee. Wie denken jullie dat gaat winnen dan? Nou, ik denk Hanwee. Ik denk Joey. Oh, nee! Ik had het precies verkeerd! De rechter was voor mij, de linker voor Joey. Nee! Oh, maar hé, ik zeg het, hè. Elke keer als er twee vrouwen zijn, de ene kiest Joey, de andere kiest mij. Oh, nee, man. En waarom denk jij Joey dan? Nou, ik weet het niet. Zo'n gevoel heb ik. Jouw gevoel zegt Joey. Ja. Echt waar? Zo.
En jij? Nou, Hamme is boos natuurlijk. Dus ja, hij wil zijn geld. Dus ik denk dat hij wel een beetje alles op alles zet om zijn geld te krijgen. Kijk, kijk, jullie zien gewoon hè. De mensen die voor Joey zijn, kunnen het niet eens uitleggen. Ja, ja, ik ben gewoon Joey, want ja, gevoel. En de mensen die voor mij zijn, die hebben gewoon een uitleg erbij, je weet toch? Hoeveel geld gaat dat om? Nee, dat een miljoen of zo? Half miljoen? Ja, weet ik veel. Het gaat nou niet om een half miljoen. Het ging om, ja, redelijk wat geld, maar niet om een half miljoen, though. Goed. Oké, we gaan door. Hanwee en Joey Krek. Wat zeg jij dan? YouTubers. Precies, ze gaan met elkaar dringen, hè? Ja, dat heb ik gehoord, ja. Wie denk jij dat er gaat winnen dan? Ja, Hanwee toch wel, man. Zo gekke Chinees. Zo gekke Chinees. Wat, hoe gaat hij knock-out slaan dan? Technische knock-out, man. Hé, hey, ik vind het ook wel leuk dat de boys die denken dat ik win, ook allemaal denken dat ik hem KO ga slaan. Eigenlijk kan ik jullie gewoon niet meer teleurstellen en moet ik hem nu ook gewoon KO slaan. Dus daar gaan we ook voor. Wat vinden jullie tussen de... ruzie tussen Joey Krek en Ham? Nou, ik vind wel gewoon terecht dat Ham weer gewoon boos is op Joey Krek, want wat hij hem geflikt heeft is niet normaal, denk ik. Ja, ik vind het natuurlijk ook wel heel raar, ja. Het is natuurlijk wel terecht. Ja, ik heb één kant van het verhaal gehoord, maar... de kant welke ik heb gehoord, ik ben het wel met hem eens met Hanwee, dat hij boos is. Kijk, weet je waarom je maar één kant van het verhaal hebt gehoord? Want Joey weet gewoon dat hij fout zit. En ja, wat heb je dan eigenlijk te zeggen? Helemaal niks. Ik vind het ook wel grappig dat iedereen gewoon weet dat Joey mij heeft opgelicht. Wow, ik besef ook, die video is gewoon een miljoen keer bekeken al. Oh, de? Kijk ze video's af en toe ook? Ja, soms wel. Soms maakt hij wel leuke vippen. Super tof, man. Goed om te horen in ieder geval. Maar en jij? Ja, ik heb het ook gewoon allemaal gevolgd. Kom maar, bro. Jij gaat er ook voor zitten. Kroeppoekie erbij en huppatee. Ja, ja, dat denk ik ook niet gewoon. Sushi dan. Nee, nee. Hey, deze guy maakt het kapot awkward, hè. Hij maakt het zo awkward. Waarom zou je dat doen? Dus, jij gaat er ook bij zitten. Kroepoekie erbij. Die guy is gewoon van, nee. Sushi erbij. Nee. Wat zijn dit voor vragen? Hetzelfde geld, hè. Heb je gewoon 50.000 euro. Je mag het op één iemand inzetten. Op wie zet je me? Hanwee. 100% alweer. Hé, hey, zoals ik zei, ik verdubbel jullie 50.000 euro. Ja, een beetje uitvechten. En misschien is het daarna wel klaar tussen die twee in de strijd. Als echte mannen, zeg maar. Ja, een beetje de mannen. Jullie zetten je geld op jij op Joey Krek en jij op Hanwee. Ja. Yes. Zeker. Zeker weten. Nou, we weten duidelijk wie er geld gaat verdienen en wie het geld gaat verliezen. Jij bent ervan overtuigd dat Hanwee wint. Ja, nou, ik hoop dat Hanwee wint. Dat is het gewoon. Maar geef hem één keer de move licht. Ja, hoe gaat hij hem geven dan? Nou, weet ik voor. Doe eens bij hem voor. Tjoka! Ja, kun je nog één keer herhalen? Hé, ik wil niet lullig doen of zo, hè. Maar ik denk dat van zo'n karatemove niemand gaat liggen. En ik snap ook niet, hoe weten mensen niet dat wij gaan boksen en we zeg maar niet mogen schoppen? Doe alsof hij voor is dat. Ja, Joey Krek, ja. Joey Krek, nou die slang is zijn spuugenkop. Zo. Hé, hey, dat kan ik ook waarderen. Ze spugen gewoon op Joey. Ja, ik denk gewoon echt dat hij gewoon sterk in zijn schoenen staat en dat hij het gewoon gaat doen. Hoe gaat hij Hanwee in elkaar mappen dan? Ja, ik weet niet. Zijn moves komen eruit. Ik weet niet wat zijn moves zijn. Dus ja, we zien het vanzelf wel. Nou, Hanwee die heeft echt karate moves, hè? Ja? Tuurlijk, doe een keer zo. Atcha! Wat komt deze guy deed met zijn karate moves? Wat is dit? Wat ga je doen als Joey Krek gaat winnen in plaats van Hanwee? Hij huilen. Ja, sowieso. Teringhard zelfs. Hey, kijk bro, als dat dan gebeurt, hè, ik hel met je mee. Want dat gaat gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Wij kunnen dit niet verliezen. Ik ga ook met hem boksen. Hij gaat me iedereen boksen, ook van die rare choppies. Dus dan kan hij mij ook boksen. Wat is dit ook weer voor een random shot? We zitten gewoon een interview te kijken. Opeens hebben we een dik shot. Kijk, gewoon rustig. Een interview. Uitdagen. Oh, kijk, wat gebeurt er dan? Ik ga ook met hem boksen. Hij gaat me iedereen boksen. Hey, kijk, bam! Oh, de... wat is dit voor dik shot? Hebben jullie nog een leuke laatste boodschap aan Hanwee en Joey Krek sowieso? Nou, Hanwee, je kan het. Lekker winnen. En succes. En Joey, ik zou zeggen, sla hem in elkaar en ga ervoor. Kijk, 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 ik mag die linker niet, ja. Die linker dumpen we. Ga weg! Boys, even een laatste boodschap sowieso aan Hanwee en Joey Krek. Ik wens jullie allebei echt heel veel succes. Ja, die andere niet. Hey, you're in the back. Nou, die andere niet. Maar ik hoop eigenlijk wel dat Hanwee wint. Maar allebei heel veel succes en vecht het lekker uit, jongens, zou ik zeggen. Joey, bent... Piep, piep. Hij een hond. Ik hoop. Hey, lekker bro, lekker bro. Ik wil hem niet missen in mijn buurt. Want anders geef ik hem ook een karate move. Hé, hey, schat er verder uit. Ja, Hanwee, succes man. Jij gaat sowieso klaren, 100%. En Joey Krek of zo. Nou, klinkt al vaag, dus kom helemaal goed. Ik vind het ook gewoon leuk dat hij totaal niet weet wie Joey Krek is. Ja, Joey Krek of zo. Oh, Hanwee, ik hoop dat je wint. En Joey Krek, je hebt gehomo. Mooie mening. Hey! Nou is er natuurlijk niks mis met homo's, maar ja. Joey is een teringleier! Hey!
Hey, dat was het eigenlijk voor deze video. Maar, hey, voordat we stoppen. Er is zojuist echt net iets op boxing influencers gepost. Laten we even kijken. Joey heeft namelijk bepaalde dingen over mij gezegd. Laten we even checken. Ja, dat is heel makkelijk. Kijk, zijn achterban, met alle respect, zijn misschien kinderen van 8 tot maximaal 14, 15 jaar. Kijk, weet je wat grappig is? Hij praat over mijn achterban, mijn volgers. Bro, ik heb tenminste een achterban. Wat heb jij? Kinderen zijn makkelijk te manipuleren. Online vooral. Als een kind iemand idoliseert, dan gaan ze gewoon volgen van wat diegene zegt. Hey, dit komt er zo soepel uit. Maar ik vraag me nu echt af, hè, wat hij hiermee bedoelt. Want hij zegt nu wel van, hey, hij manipuleert zijn kijkers echt makkelijk, dit en dat. Maar hij vertelt niet wat ik manipuleer. Want ja, alles wat ik over hem heb gezegd is waar. Het is gewoon een vieze oplichter. We hebben een rechtszaak gehad, ik heb die gewonnen. Hij is veroordeeld voor oplichting. Hij was mijn mattie, maar hij is gewoon een vieze teringlaaier. Maar ja, in het echt is het net wat even anders. En dat vergeet hij volgens mij. Oké, dus als YouTuber ben ik iemand die zijn volgers manipuleert. Maar in het echt is het even wat anders. Ja, wat is er precies anders dan? Oké, goed. Tot op neer dat, dat hij in het echt niet zoveel te zeggen heeft als achter een camera. Het is makkelijk, veilig. Zit achter je computertje camera aan. Je kan zeggen wat je wil. Maar ja, in het echt zal ik het nog wel moeten zien. Wat hij erover te zeggen heeft. En ook wat zijn kunsten zijn. Want hij gaat me in elkaar slaan. Nou, ik wacht af. Ja, kijk, eigenlijk maken mijn woorden niks uit. Want wij gaan hem gewoon in de ring slopen. Daar gaat het uiteindelijk om. Maar ja, dat was eigenlijk weer voor deze video. Hey, en ik wil nog even een dikke shout-out doen naar iedereen deze video. Die mij support. Iedereen die Joey supporten. Hey, je mag oprotten. Maar like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hey, yo, dan zou ik zeggen later. Yep.